Jolanda Sap, Venlo. Geert Wilders, Venlo. U komt uit Maastricht. Er is een enorme opkomst van Limburgse politici in Den Haag. Maak de volgende zin af. Quizvraag. Het is een kwestie van geduld. Nee? Ik maak het niet op. U kent het niet? Nou, dan ondersteun ik u even. Krijgt u een aanwijzing met een muziekfragment erbij. Moet u de zin afmaken. Het is een kwestie van geduld. Op de dag? Ja, nu invullen. Weet je? Jongen, jongen. Ja, weet je het punt? Dus weet ik ben wie het al vanaf... is trouwens? Nee. Ja, ik heb die wel eens gehoord, maar ik heb geen idee. Maar ik ben al vanaf... Rouwenheerze. Rouwenheerze, juist. Amerika. Rouwenheerze. Amerika, ja. 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 Het is, maar ik, het is een kwestie van geduld voor heel Holland Limburgs lult. Ah, ja. Kende nou, niet? Nee, maar ik woon al te lang in Holland. Dat is het punt. U bent geen Limburger meer, hè? Jawel, ik spreek nog wel Limburgs. Ik kom heel veel in Limburg. Maar, spreek je nog Limburg, of nee? Ik praat nog Maastricht, ja. Zeg maar, door zit Limburg in die lens. Ja. En Limburg, zoals het er nou naar uitziet. Ik doe dit even in het dialect, want dat gaat even voor de provincie. Geen raak Limburg kwiet tijdens de verkiezingen. Dat zullen u er toch naar uit hebt, vier maanden. Nee, Limburg raakt Limburg niets kwiet. Nee, CDA. Het CDA heeft zoveel goede ideeën. Wacht even, dan heb je broek de camera door. Dan heb je 30 seconden en dan gaat je tegen Limburg zeggen waarom de tier op oog moet stellen. Juist bij die provinciale statenverkiezingen, hè, dan gaat het erom wat ook het CDA voor heeft met Limburg. En de lui van het CDA in Limburg, die stoon voor de Limburgse cultuur, die stoon voor de harmonie en die stoon er ook voor dat jij nog Limburgs kunt blijven kallen. Dus als je dat wil, dan moet je gewoon op het CDA stemmen.